Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft alle commerciële passagiers- en vrachtvluchten tussen de Verenigde Staten en Venezuela opgeschort. Het besluit komt nadat er berichten waren over onrust en geweld rond luchthavens in Venezuela. Veel internationale luchtvaartmaatschappijen zijn in ieder geval gestopt met vliegen naar Venezuela vanwege veiligheidszorgen en geschillen over gelden die de regering hen verschuldigd zou zijn. Maar binnenlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Laser Airlines en Avior Airlines, hadden vluchten naar Miami aangeboden. Sommige Venezolanen uiten ook hun bezorgdheid over de impact van het verbod op mensen die voedsel en andere voorzieningen ontvangen via vrachtvliegtuigen van familieleden in het buitenland om hen te helpen bij het overleven van een humanitaire crisis. In een brief aan het ministerie van Transport waarin om een verbod werd gevraagd, zei het ministerie van Binnenlandse Veiligheid: de omstandigheden in Venezuela bedreigen de veiligheid en beveiliging van passagiers, vliegtuigen en bemanningsleden die naar of vanuit dat land reizen. Laser Airlines zei dat het de luchtdienst op de VS zou handhaven via een tussenstop in de Dominicaanse Republiek. In een tweet zei Laser dat het elke dag 2 vluchten tussen Miami en Caracas zou blijven aanbieden met een onderbreking in Santo Domingo, Copa Airlines. Dat vluchten uitvoert tussen Caracas en haar internationale hub in Panama City, waarmee passagiers door kunnen gaan naar de VS. Zei in een e-mail dat haar activiteiten niet zouden worden beïnvloed door de maatregel, maar veel van de miljoenen Venezolanen die de afgelopen jaren uit de crisis zijn gevlucht, gebruiken Amerikaanse bedrijven om goederen te verzenden naar familieleden in het land via vrachtvliegtuigen, en de maatregel die directe vluchten verbiedt, zou de kosten kunnen verhogen. Zei Marcos Gomez, de vertegenwoordiger van Amnesty International in Venezuela. Het was een klein beetje hoop, zei Gomez in een telefonisch interview, waarbij de Amerikaanse maatregel werd vergeleken met een vorm van collectieve blokkade, American Airlines Group Inc. Voorheen de grootste luchtvaartmaatschappij die diensten verleende tussen de VS en Venezuela, zei in maart dat het zijn vluchten naar Venezuela voor onbepaalde tijd opschortte. In april verbood de Amerikaanse federale luchtvaartautoriteit Amerikaanse luchtoperators om lager dan 8 kilometer te vliegen in het luchtruim van Venezuela, de regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week haar sancties voor Venezuela uitgebreid tot de sectoren defensie en veiligheidsdiensten. De strafmaatregelen zijn bedoeld om president Nicolas Maduro onder druk te zetten en maken deel uit van een 4 maanden oude campagne tegen Maduro. Terwijl de VS zijn steun voor oppositieleider Juan Guaido opvoert.